Ik neem jullie mee naar 1980. Ik was 5 jaar oud. Ik woonde met mijn ouders in het mooie Friese dorpje Marsum. Vanwege de uitbreiding van vliegbasis Leeuwarden dreigde een deel van ons dorp afgebroken te worden. Ik weet nog dat ik ging demonstreren met mijn ouders in Leeuwarden. En thuis, spelend in de tuin, vond ik een ijzeren paaltje. En ik had een hamer van mijn vader gepakt. En heb ik zo diep mogelijk de grond ingeslagen. Want ik dacht, ziezo, dat houdt die sloopkramen en die bulldozers wel tegen. Later, toen ik 10 of 12 was, was milieuverontreiniging ontzettend veel in het nieuws. En ik weet nog van zure regen en de Rijn die zo verschrikkelijk vervuild was dat er bijna geen vis meer in zwom. En ik vond dat zo erg, maar ik had geen ijzeren paaltje daarvoor. En toen, op die leeftijd, heb ik besloten, later, als ik groot ben, ga ik de wereld redden. Een van de grote issues van deze tijd is het enorme verlies van biodiversiteit. Uit Duits onderzoek is gebleken dat sinds 1989 75% van de insecten uit Duitsland is verdwenen. 75%. En automobilisten onder u zullen het wel weten, want ja, je hoeft tegenwoordig toch iets minder veel insecten van je voorarm af te krabben. En in 1962 schreef de Amerikaanse auteur Rachel Carson, ja, het boek, het is een van de meest belangrijke boeken ooit geworden, schreef ze het boek Silent Spring. En de Nederlandse vertaling heette Dode Lente. En ze nam het op tegen het gebruik van pesticiden in de Verenigde Staten en het enorme effect op de omgeving. En ze voorspelde dus al deze Silent Spring. En dat betekent dat het stil wordt. En als het stil wordt in de lente, dan komt onze voedselproductie ernstig in het geding. De Einstein zei al, als de laatste bij verdwenen is van de aarde, dan zal de mensheid binnen 4 jaar volgen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel projecten die op een positieve manier bezig zijn met biodiversiteit. En over een van deze projecten wil ik u vertellen. Project Grass to Grid. Al sinds 2010 werk ik voor de provincie Noord-Holland. En ik ben op verschillende manieren bezig met de berm van de weg. En je moet weten, ongeveer 3% van Nederland is berm. Dus dat is een behoorlijk oppervlak. Met een behoorlijke potentie. 3%. En in 2012 kreeg ik vanuit de organisatie het verzoek om voortaan bijvriendelijk te gaan onderhouden. Ik was projectleider, ik was verantwoordelijk voor onderhoud van de wegen en onder andere het maaien van de bermen. Dus ze vroegen, wil jij bijvriendelijk gaan onderhouden? Nou, prima. Maar een ander deel van de organisatie zei van, ja, je moet bezuinigen. Ja, die twee leken een beetje onverenigbaar. Maar bij dat soort gevallen word je creatief. Dus ik heb met een aantal aannemers, zijn we om tafel gegaan en ja, wat kunnen we daar nou mee doen? Ik wil u iets vertellen over dit maaien. Voor u links, voor mij rechts, ziet u een maaimachine. En dat is niet zomaar een gewone maai. Dat is namelijk een klepelmaaier. En een klepelmaaier is een hele goedkope manier van maaien. Je moet het voorstellen, het is een ronddraaiende cilinder met allemaal klepels. En die slaat al het gras stuk. Inclusief al het zwerfafval. Nou, dat laat grote stinkende hopen achter. Ja, daar groeit niks. Dat wordt een vieze bende. Het is wel een hele goedkope methode, dus deze methode pasten we vrij veel toe. En nog steeds in heel Nederland. Die andere methode, die andere foto, dat is het zogenaamde sinusmaaien. En sinusmaaien is een hele bijvriendelijke methode. En ja, je moet het zich voorstellen dat de chauffeur op de tractor als een dronken man door de bermen gaat. En de volgende keer gaat hij de andere kant uit. En zo laat hij eigenlijk mooie eilandjes van gras staan. Nou, dat vinden insecten, geweldig. He, al die verschillende. Hier is het gemaaid, daar is het nog mooi in bloei en daar zit het een beetje tussenin. En er is altijd voldoende voedsel.
Maar goed, u raadt het al, dat was een duurdere methode. En we namen ook het gras mee. Hè? Dat gras moet je afvoeren, dus dat is vaak een extra werkgang. Dus met die aannemers gingen we kijken van, oké, wat kunnen we met dat bermgras, dat afval, wat kunnen we daarmee doen? Nou, toen hebben wij een pers gehuurd en zijn we dat gras gaan persen. En toen we dat persen, dan krijg je dus een vezel, maar je krijgt ook een sap. En het sap, dat was een grote groene derrie eigenlijk, je kunt het zich voorstellen. En ik was eigenlijk nieuwsgierig en ik heb dat geproefd. En dat bleek gewoon heel erg zout te smaken, tot mijn verwondering. Oké. En toen dachten we, hey, kunnen we hier iets mee? Kunnen we dit zout gaan inzetten voor de gladheidbestrijding? Want die gladheidbestrijding, dat is eigenlijk ook wel een milieuprobleem. Want bij ons in de provincie, op onze provinciale wegen, strooien we al ongeveer 4,5 miljoen kilo gemiddeld in de winter. Dan kunt u nagaan hoeveel al die gemeentelijke rijkswegen en al die andere provincies, dat gaat om vele honderden miljoenen kilo's per jaar, wat wij gewoon op de weg kieperen en wat ook allemaal weer in het milieu verdwijnt. En dat spoelt allemaal wel uit door neerslag, maar de waarden zijn in de herfst pas weer normaal. En u raadt het al, dan beginnen we weer vrolijk opnieuw. Dus we dachten van ja, misschien kunnen we met dat sap wat zout maakt iets doen. Nou, dat zijn we gaan onderzoeken en we hebben gevonden dat het gras, dat er mineralen in zitten. En die mineralen zijn vriespuntverlagend. Maar dat waren natuurlijk lang niet voldoende mineralen. Dus we hebben een methode ontwikkeld om van dat grassap eigenlijk een soort pekelwater te maken, die dus gezuiverd wordt en geconcentreerd. Ik heb hier wat bij me. Van die groene derrie hebben we dit mooie spul gemaakt. En dit kun je dus over de weg heen sproeien en de gladheid mee bestrijden. Nou, en die vezels die er ook bij vrijkomen, daar dachten we van, oh, dan laten we daar dus wegmeubilair van maken. En dat is een ander woord voor verkeersborden, of permplankjes of beschoeiing. Nou, samen met deze twee dingen was het eigenlijk het groene, het innovatieve, circulaire project Grass to Grid geboren. We hebben hiervoor Europese subsidie aangekregen en we hebben hem gekregen. En de komende 4 jaar gaan we dit concept testen. Op een stuk provinciale weg, ongeveer 6 kilometer. We gaan een fabriekje bouwen om eigenlijk te kijken van hoe gaan we dat produceren. En, nou, wat hartstikke leuk. En inmiddels heeft ons concept ontzettend veel aandacht gekregen. Nationaal en internationaal. Ja, en dat is fantastisch. En u ziet me hier op mijn foto staan, waar ik geïnterviewd werd. En dit was in Leeuwarden. En ik sta hier voor de landbouwhogeschool waar ik gestudeerd heb. En dat was eigenlijk wel een heel bijzonder moment voor mij. Dat jongetje dat de wereld wilde redden, die heeft nu iets in handen waar je het verschil mee kan maken. Want als het goed werkt, dan heeft het ook echt behoorlijke effecten. Dus dat was echt heel bijzonder. Tot slot wil ik u nog iets meegeven. Ik kwam vorig jaar op station Den Haag Centraal. En tegenover het Centraal Station zag ik een tekst staan op een overheidsgebouw, een ministeriegebouw. En dat is best wel gek als Friese jongen, dat je dus zo'n tekst tegenkomt in Den Haag. En ja, deze tekst is eigenlijk een slogan van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. En ja, ik zal benieuwd zijn wat het betekent. Zet in Toscanine na je tiet, zet je tanden in een nieuwe tijd. En ik voelde mij als door het lot gesteund. Want die tekst, die zei mij zoveel. Die zei, daar zit idealisme in. Daar zit strijdbaarheid in. Maar ook onverzettelijkheid. We leven nu in een tijd van grote transitie, maar ook grote uitdagingen. Het gaat niet goed met onze planeet en we kunnen alleen dat met z'n allen doen. En die droom die ik als jongetje had, die wil ik graag doen. Dat is ook wat ik u mee wil meegeven. Zet in Tosken, in de nijetiet.